Dat is voor heel veel mensen wel het bekendste stukje, misschien samen met het plein van Hollandia. Tenminste, denk ik dat het zo is. Ik weet het niet. Misschien is het voor in Uptown. Misschien is dat... Hey kijkers van Mytopia, Dennis C. En natuurlijk van deze video. We gaan vandaag iets heel cools doen. Laat een like achter, want wij gaan een hele oude stad bekijken. Die al een hele tijd niet meer in de game is. Ik zal al bijna zeggen, misschien wel anderhalf jaar niet meer. En ja, ik heb gezegd tegen jullie dat je dat niet mocht gaan chatten. Maar deze ene keer mag het. Waar zijn we precies, jongens? In... Je hoort het. Hollandia. Kan niet missen. Wij zijn vandaag in Hollandia en we gaan een kijkje nemen naar wat we eigenlijk achtergelaten hebben. Wat voor stad dat was, hoe het eruit zag. En ik denk dat heel veel mensen een trip down memory lane gaan doen. We staan hier trouwens... Weten jullie welke portals dit was? Jullie mogen weer typen trouwens dan, hoor. Dat wel. Dit is portal alleen Atlanta? Naar Cutraxia. Portal naar Atlanta vanaf Hollandia? Wat? Wat mis ik? Cutraxia en Toscana was dat. Oké, goed. Ja, ik denk dat we zometeen ook een paar andere mensen... Dus denk er alvast even goed over na. Dat jullie bijvoorbeeld je eigen huis hadden of je eigen plekje die voor jou heel speciaal was. Dat gaan we aan het einde nog even doen. Dan gaan we eventjes rondkijken. Maar we beginnen even, denk aan de andere kant van de map. En we gaan even lekker een stukje zwemmen. We gaan even naar het strand toe. Dus het is voor mij letterlijk deze kant op. Dus volg mij allemaal maar, jongens. Gaan we een toertje doen. Oh, ik zie het ook al. Dit water, dat staat hier al hoger volgens mij dan het normaal zou staan, of niet? Stond het altijd zo hoog? Want ik zie daar in de verte die... Nee, volgens mij niet hoor, jongens. Ik zie hier namelijk een hele grote barrière. Dit was inderdaad op het punt van de natuurrampen dat het was. En ik denk als we hier even een duikje nemen... Ik ga niet duiken, ik ga vliegen. Maar kom allemaal maar deze kant op. Dan gaan we naar een van de strandstukjes. En ja, ik zie het al. Ja, nee, het water is zeker hoger. Want het is waar jullie nu zwemmen is één blok hoger dan achter dit ding, zeg maar. En ik denk dat dat daar aan die andere kant ook zo is. We hebben nog een portal. Wie weet waar deze naartoe ging? Iemand een idee? Deze portal ging alleen naar het eilandje toe. Nou, we hebben natuurlijk nog geen portal. We kunnen het proberen, maar het doet het toch niet. Denk ik. Nee, die doet het niet. Oké, nou dan moeten we een stukje zwemmen weer opnieuw. Want we gaan eerst even naar de andere kant toe. Het poke... Oh, shit. Trappetje. Ladder. Help. Gabled Creative. Anders kunnen jullie nooit komen natuurlijk. Ik denk dat ik dit zo wegsla. En ik ga hier een trappetje maken dat het helemaal gaat lukken. Oh nee, dat werkt ook niet. Zo. Have no fear. Het trappetje is hier. En... Oh, hoe? Iemand kreeg bijna een envelop op zijn bek. Zo, nou kan iedereen er als goed is overheen. En rel is weer voorop hoor, maar natuurlijk... Ik vraag me wel af, eerlijk zijn hè, niet in de spotlight willen staan. Wie van jullie woonde op dat eilandje? Zijn daar mensen van die momenteel hier zijn? Of helemaal niemand? Niemand van jullie woonde daar, toch gaan we even kijken. Was erg duur, ja dat zal best. Ja. De Hollandia was geen super goedkoop stadje. Oh ja, en je hebt hier inderdaad dan je andere portal. Ja, ik als niemand hier woont, dan hebben we hier ook heel weinig wat die kunnen laten zien. Komen jullie nog? Hallo, tragerts. Ik snap niet dat Yatzee en Luc niet gewoon gaan vliegen. Zou ik wel doen, als ik hun was. Oké, dat doet het wel. Nou jongens, plekje nummer 1 in het oude Hollandia. Het eiland. En het is later gekomen eigenlijk bij de strandupdate. Toen we zeiden we willen er een heel groot beach bij hebben. Toen was het heel snel duidelijk dat we 1 à 2 eilandjes zouden hebben. Dit was de eerste. Maar niemand van jullie woonde hier. Jezus. Ja, dichtbij is hier zeker een ander plotje, Sander. Daar gaan we nu even heen. Aangezien niemand hier woont, hebben we het gezien en... Moet het eigenlijk niet zo heel veel meer. Even kijken hoe wij daar gaan komen. Ik denk met een heleboel springen en zwemmen. Ik woon 1 inwoner, Colin. Die woonde hier. Ja, als je langs, hier langs loopt, zeg maar. Gewoon langs het water. Dan kom je vanzelf bij een greepcomplot. Die was van Steno. Nooit geweten. Het Pokémon-eiland is er ook nog. Maar dan ben je te ver. ik ga alvast naar het huisje toe. Ik zie jullie zo. Ik zet de koffie vast klaar. Dan gaan we een feestje bouwen. Oh my god, het is hier donker. Waarom is die donker? Het is hier stikker donker. Wacht, ik ga fakkels plaatsen, anders is mijn bezoek zometeen heel erg boos. Fakkel 1, fakkel 2, daar, daar. Oké, nou mogen jullie naar binnen. Stukken beter, stukken beter. Dit was een luxe huis, hé. Jemig, ik nooit geweten. Wie van jullie is hier wel binnen geweest dan? Ik nog nooit. Ik zag al wat zitten. Maar ik ben hier nooit binnen geweest.
Steno was nooit thuis. Ah, jammer. Dan koopt hij zo'n mooi plot. En dan, nou ja. Jongens, moet ik gaan komen hier wie dingen uit kisten haalt? Ja, laten we dat voor de grappers doen. Even kijken. Koei. Oké. Dat is één. Dat is twee. Gaan we nog meer mensen die kisten openen, jongens? Ik was duidelijk, hè? Ga rondlopen. Ga niet bouwen. Ga geen dingen slopen. En op het moment dat ik zeg, moet ik dan echt gaan controleren, heel kinderachtig, wie kisten opent, gaan mensen expres kisten openen. Niet zo handig. Oké, Greco een plotje. Heel mooi, maar het is eigenlijk iemands huis, dus ik vind dat we een beetje aan het violaten zijn. We gaan gauw weer verder. Naar het Pokémon Island. Ja, dat is nu letterlijk geen Pokémon Island. En we zouden ook niet chatten. Nou, dan gaan we naar de volgende. Denk ik geef ik twee mensen even opeens wat zij het kunnen doen, maar nee. Ik sta alsnog mensen zelf te bannen. Maakt niet uit. Goed. Oh, sommigen zijn al op pad. Hey, hallo. Jullie zijn echt snel. Nee, geeft niet hoor. Het Pokémon eiland. Voor mij staat hier helemaal niks. Nee, letterlijk. Er staat niks op het eiland. Oké, ik ben wel benieuwd. Als dit nou, dit eiland zeg maar midden in Atlanta zou liggen. Een beetje te vergelijken met Hollandia, I guess. Qua waarde en dat soort dingen. Wat zou dit nog opleveren? Als je een eiland als dit hebt, zeg maar. En ook dat er maar één eiland is, hè. Dat is het hele punt. 1,3 miljoen. Wat, nieuw geld of oud geld? Ik hoop dat je oud geld zegt. Oud, oké, dan is het goed. Nou jongens, feestje op het eiland. Er is hier niks te doen. Jatzee, maak een standbeeld van jezelf. Nee, de hele map gaat straks weer weg. Maakt niet uit. Jumbo, oh, daar komt iedereen. Ja natuurlijk, het is geen Mentopia plugin. Dus het duurt even voordat je daadwerkelijk hier bent. Je kan niet sneller zwemmen. Dan ga ik even vals spelen. Want dan ga ik jullie wel even tp'en naar de volgende plek toe. We hebben sowieso mijn boot. Ook wel een leuke trouwens. Mijn boot. Way back dit hoor. En dan gaan we naar het Hollandia Stadion. Gaan we even iedereen heen tp'en. Ongeveer. Zo, we zijn weer aan vasteland. Ik hoop niet dat iemand dood is gegaan. Nee, volgens mij niet. En we gaan... Volg mij. Ik ga aan deze kant jongens. Hoi, hier. Ja, top. Wie van jullie had überhaupt een huisje in Hollandia? Want ik neem aan dat mensen die zeggen ik wil mee. Dat jullie dan iets hadden hier, right? Toscana, appartementje, winkel. Oké, leuk. Want dan kunnen we zo meteen allemaal dingen gaan bekijken. Oh, ik weet al wel dat het water hier ook steeg. En dat je echt van die hele hoge ijs... Nee, geen ijs. Waterschotten had, zeg maar, tegen. Zouden we hier naar binnen kunnen? Het Hollandia event. Zullen we het proberen? Gewoon door de muur slaan. Oh, wacht. Ik heb mijn kooi nog aan. Wat doen jullie allemaal, jongens? Waarom ga je hier langs? Ik wil gewoon door die muur. Hier, kijk, we komen er wel. En dan hier doorheen. En, oh, ik dacht dat er een midden was of zo. Helemaal niet. Special guest. Wat deden ze hier dan? Oh my god, dit is zo'n artiesten VIP-ruimte. Ik wil blauwe M&M's. Beam, hou me blauwe M&M's op. Ja, snel een beetje. Oké, weten jullie waar dit voor was? Dit hele gebeuren? Events. Was gewoon, ja, dat snap ik. Maar wat voor events waren hier dan? Ik ben alweer buiten trouwens hoor, dus volg me weer. IJshockey, voetbal, modeshow, was het ook hier? Wacht even, dan mis ik iets. Oh ja, nou weet ik het weer. Moet je nagaan, dit is zo lang geleden dat ik het soms niet eens meer weet, hè? Hoe kom je daar? Even kijken. Met heel veel plezier. TP al! Nou, dames en heren, doe een modeshow. Eet de taart als je honger hebt. Mag gewoon. Dit is geen modeshow, dit is een soort ijsbaan. Oké, wie heeft dit nog meegemaakt hier? Wie speelde het al? Best wel wat mensen hoor. En wie van jullie... Dat is geen vuil antwoord hoor. Maar wie van jullie ziet het voor het eerst? Hollandia. In het echt. Ook een aantal mensen. Wat leuk. Wat vinden jullie van de stad? Leuk, leuk. Mooi, mooi. Dat is mooi. Want voor 3.0 en voor het internationale stukje komen er dus minimaal 3 steden bij. Dat zullen niet deze steden zijn. Maar het is wel weer de mogelijkheid om vanaf het begin af aan, zeg maar, met z'n allen, zeg maar, alle inwoners, om er iets moois van te maken. En ik hoop dat... Kun je er niet uit, Beam? Zit je... Oh, skit... Ik wil geen Skittles! Nee! Jongens, vermoord Beam! Vermoord Beam! Hij heeft mijn M&M's niet gegeven, maar Skittles! Pak hem! Pak Beam! Foute Beam! Zie je hem rennen, arme jongen. Oh, oké, we gaan hier heel gauw weer uit. Anders wordt Beam heel boos, ben ik bang.
En terecht ook trouwens. Hoe kom ik hieruit? Zo. Hup. En hierdoor. Iedereen rent gewoon naar buiten. Is Beam nog niet dood, jongens? Moet die wel een diamond sword hebben of zo? Ze kennen wel zitten. Oké, stop maar met Beam slaan, want we gaan verder met de tour. En ik denk dat we daarvoor even teruglopen, een stukje. Want dan gaan we beginnen bij iets wat heel erg herkenbaar was. De hoofdstraat. Dus we gaan weer terug naar het bushokje waar we begonnen. En dan gaan we naar de hoofdstraat toe. Dat is voor heel veel mensen wel het bekendste stukje. Misschien samen met het plein van Hollandia. Tenminste, denk ik dat dat zo is. Ik weet het niet. Misschien is het voor hun uptown. Misschien is dat een bouwbedrijf. I don't know. IJsselterror had hier een winkel samen met Robert. Ja, dat klopt, joh. Moet je nagaan hoe je in een jaar hoe ver je kan komen. Want Robert is nou echt al een eeuwigheid gewoon de sterkste en belangrijkste minister. Gewoon. Dat heeft hij gewoon gefixt. Is dit de hoofdstraat? Speelt hij nog? Robert? Ja joh, dit is het ministerie Binnenlandse Zaken. Of Kevin IJsselterror speelt, weet ik niet. Nou, wie geeft mij een tour, jongens? Want dit is voor mij als niet-speler natuurlijk niet zo heel bekend. IJssel kan niet meer, oké. Ik weet wel dat dit allemaal van hun was. Van Robert en dit gele stukje. Hier, Terror Inc. Food. En dit was volgens mij een casino, maar was die ook van hun? Ja, hè? Voor mij speelden ze Monopoly of zo. Een hele straatje hebben. Die rode zal dan niet van hun geweest zijn. Die is van... Kap? Wat staat er? Kappa. What the fuck? Van wie is dit, jongens? Ik heb geen idee. Oh, trouwens, ik zie kleding. Pak, help jezelf even met kleding. Het is, tenslotte zijn we hier in Metopia, hè? Dus dan willen we wel even kleding hebben. Stelletje rovers. Alleen deze winkel, hè, boefjes. En ik hoor weer een kist open gaan. Daar heb ik het niet over gehad. Alleen voor de arme stands af. Nou, dan gaan we langzamerhand gaan wij naar het midden. Maar ik wil eigenlijk even stilstaan bij iets. En dat is vooral dit stukje. Wie kent de historie van het gebouw wat eerst hier stond en het gebouw wat daar stond? Wie weet dat, waar wij nu zijn? Nee, geen politie. Dit kunnen alleen maar eerst de tower van de speler. Nee, het plein was altijd daar. Die is niet weggegaan. Ook geen Bannershop, ook geen Blue Street. Niemand weet het, hè? Oké. Hier hadden wij namelijk de Walmart. Die had zijn hoofdkantoor op deze plek. Inmiddels is het anders. En dan hadden we zijn grootste concurrent. Ik ben even de naam kwijt, maar voor mij was het van Fullscreen. Jerimoe inderdaad, ja. En die zat hier. En die zaten hier met z'n tweeën, zeg maar. Want toen hadden we nog geen... Hele hoog gebouwen, maar het eerste wat ze gedaan hebben daarna is in Cosmopolitan nog hogere tower bouwen. Dat was ook Walmart. Nou, het plein. Kijk even lekker rond, jongens. Jullie hebben 1 minuut de tijd. Go. Kijk, oude KVK stond hier. Nee, die stond niet hier. Dit was altijd van Marnik en van Nirage, volgens mij. De oude KVK, als ik het goed heb, stond hier. Het is nu nog steeds de KVW, trouwens, zie ik. Keuringdienst van Waren. Aime, die weet het. Die zit op de goede plek. Even kijken hoe het er een beetje uitziet hier. Uitgang personeel. Oeh, ja, we kunnen er boven. Ik zit in de KVW. Als je weet waar het zit, zie ik je daar zo. Als je het niet weet, dan blijf je lekker op het pleintje. Maakt niet uit. Oh my god, wat cool. Kunnen we nog hoger? Nee. Ik denk misschien dat we op een dak kunnen. Keuringen gereed voor keurmerk. Daar zit niks in. Daar zit niks in. Zit er niks in kisten in het algemeen? Oh jawel. Nog niet gekeurd. Van Tom Hoppas, Dutch U Pro, Mr. Fans, Swagger 13 en IJsselterror. Al wat geweldig om al die namen te zien. En de helft speelt ook gewoon nog steeds. Dat is grappig. Nou, iedereen zit inmiddels al bij de KVW. Dan ga ik er gauw weer uit. We hebben nog wel een stukje Atlanta, of Atlanta, Rolandia om te laten zien volgens mij. De Amp Store. Was dit de Amp Store? Heb ik dat goed onthouden? Zat dat hier? Nee. Dit is de... De Max Store. Oh ja, deze was van Max.nl. Jezus, Max, als je aan het kijken bent. Van MRX. MRX, niet Max. MRX. Nou, MRX, als jullie nog aan het kijken zijn. Werkgevers. Oh ja, die hadden ook in elke stad hadden ze een grote kledingwinkel. Die hadden echt een mega-imperium opgebouwd hiervan. Was het niet ook niet het gebouw waar we toen in de roleplay een keer, toen alles onder water zat, dat we hier heel veel op zaten? Volgens mij wel, hè? Ik vind het dope. Nou, dan kunnen we nog een heel eind zometeen die kant op.
dat is eigenlijk de oude stad, zoals we het noemen, wat niet heel veel veranderd is. We zouden nog naar Toscana gaan, helemaal die kant op. Dat kunnen we ook nog doen. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd. Zijn er mensen die een voorstel hebben van waar we even heen gaan? Wie oh wie? Rubiera. Waar zit je? Spring, Rubiera. Waar ben je? Oh, daar. Nou, jongens. Die man met zijn oranje chestplate. Volg hem. Ik ben heel benieuwd. Waar gaan we heen ondertussen, Rubiera? Wat gaan we zoeken? Het politiebureau. Oké, laat maar zien. Ik ben heel benieuwd. Is het ver weg? Of is het hier al? Eigenlijk best een kleine stad, hè, dat Hollandia. Nou jongens, als jullie wapens kunnen vinden, ik kan niet zeggen dat ik niet mag meenemen, want het is niet Mytopia. Dus ja, dat ze alle politiebureau reden, I guess. Ik zie kleding in kisten. Ja, in kisten, dat snap ik. Gewoon pakken, joh. Pak het. Zitten ze hier met z'n allen, Jatse? Kijk ze dan. En jij kan gewoon, gewoon gelijk naar boven vliegen. Hé, je hebt dan een wapen. Nice. Moet ik mijn texture pack aan doen? Dat zou ik eigenlijk al moeten doen, hè? Resource pack. Texture pack. Hoppakee. Oké, ik zet mijn light even aan. Dan ben ik heel benieuwd of jouw bow ook omgezet wordt. Ik vind het een leuke way back dit, hoor. We gaan zo nog even één of twee mensen uitzoeken die nog een huisje hebben of een winkeltje of iets dergelijks. Kan iemand die ladders plaatsen? Rubiera, niet zo tryharden. Zo, er komt iemand naar buiten met een hamburger. Nice. Ja hoor. En Jatse heeft een knuppel. En hij heeft een pistool. En een taser. Hoe kom je nou weer aan die taser? Is het ook een item hier of zo? Oh, de portals zijn kapot. Ja, dat is niet mijn probleem. Nou jongens, kom, we gaan naar beneden. Want ik wil eigenlijk nog wel iemand hebben die mij gaat vertellen. Hier heb ik een hele leuke herinnering aan. Wie of wie of wie? Gewoon Sander. Wat had jij gewoon, Sander? Ik kom ook even naar buiten. Oh, je bent er al. Wat had jij? Een winkeltje. En je hebt ook een euro vast. Gefeliciteerd. Nou, laat je winkeltje zien. Als de anderen te laat zijn, dan is het hun probleem. Ik volg jou. Best ver hier vandaan. Maakt niet uit. We hebben allemaal eten. Ik kan vliegen. Dus er is niks aan de hand. Ik heb in een keer een zaklamp gevonden. Hier. Grote staat. Alsjeblieft. Als een fakkel natuurlijk. Laat maar. Ik ben heel benieuwd hoe ver dit is, Sander. En had je daar een actie? Is dat die vlakbij die plek van de oude portal? Hoef je niet te antwoorden, hoor. Ik zie het zo meteen wel. Ja, dat dacht ik al. Oh, dan ga ik al vast even kijken. Dus helemaal de straat volgen en dan rechts zeker. Wedden? Als dit die van Sander is, hè? Nee, dit is de zakenapotheek. Oh, dat is hem niet. Ik dacht slim te zijn. Kledingshop. Is hem ook niet. Nou, ik ben echt heel benieuwd, Sander, welk het is. Ik weet niet of we ooit het gedaan hebben met dat Pokémon-eiland. Waar is hij nou? Waar is Sander? Oh ja, daar. Ik wou zeggen, ik kan het niet vinden. Is dit jouw winkel? Was dit jouw winkel? Wat een heerlijk open winkel, ouwe. En wat een chille plek. Bij welke portals zat dat? Wat zit hier? Welke portals waren dat? Cosmo? Naar Greydale. Mooie plek, hoor. Heb je nou de hele winkel van Sander zitten looten? Asociaal. Goed, wat we gaan doen is dat jullie nog eventjes 5 minuutjes mogen rondlopen. En voor de mensen thuis die aan het kijken waren, die denken, jezus, wat vet. Op Teamspeak doe ik binnenkort, als het een succes is natuurlijk, nog een oproepje voor een paar andere steden. Onder andere Heratopia, Industrial en Wastelands. Ik weet zeker dat er een aantal mensen zijn die dat heel graag zouden willen checken. Ga elkaar even die peppen. Ga eventjes niet compleet survivalen hier. Dat zou ik ook heel erg fijn vinden. Maar jullie mogen nog lekker rondkijken. Kijkers thuis, even een like en abonneer op DDC voor meer Minecraft video's. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Later!